dood van een baby is een hevige storm die het schip van het leven tot schipbreuk brengt. De weeouders zijn drenkelingen die verdwaasd en verwonderd zien dat ze nog leven. Hun schepen zijn gestrand. Van drenkelingen worden ze jutters. Ze zoeken naar wat nog bruikbaar is. Ze zoeken naar manieren om hun schip weer in balans te brengen. Als je dit zo hebt meegemaakt, hoe vind je dan weer geluk? Ik denk omdat we veel troost aan elkaar, veel aan elkaar hebben. Voelde elkaar goed aan. Ik denk dat omdat Tara ook wel redelijk snel bij haar in de buik zat, zeg maar. Ondanks dat ze geen leuke zwangerschap heeft gehad, is het toch wel weer ja. Had ik wel snel, heel snel iets in mijn handen waar ik wel voor kon zorgen. En dat heeft er zeker geholpen. Geeft mij heel wat troost en muziek heeft mij ook heel wat troost gegeven. Je bent een Marco Borsato fan, hè? Zoiets, ja. Een beetje, hè? Een klein beetje. Ja, okay. Hij kent ook ons verhaal. Het concert waar ik die ochtend naartoe zou gaan was van Marco. Nou, die avond ging dat als een lopend vuurtje door de zaal. En toen bereikte het ook Marco en de fanclub en toen stonden de bloemen bij de kistje. Van Marco en de fanclub. Ja, diezelfde week nog. Nou ja, we hebben gewoon echt dat die hele week gewoon, net of we een verjaardag hadden, het zat gewoon echt constant vol in huis. Allemaal mensen die voor ons kwamen, die Tess wilden zien, die afscheid van haar kwamen nemen. De kamertje was gewoon één, ja, bloemenzee met knuffels, ballonnen, echt 200 kaartjes denk ik of zo. Ja, het hele kamertje stond vol, het was zo mooi, het was echt een soort gedenkplekje. Bij ernstig verlies is er altijd de kwellende waarom-vraag. Waarom is het kindje overleden? We weten dat er in de kern geen aanvaardbaar antwoord zal komen op deze vraag. Ik heb daar al heel gauw van me afgezet van waarom. Het is gewoon zo, er gebeuren dagelijks dingen en ik denk van waarom. Maar ja, hoe hard het ook is, maar dat hoort bij het leven. En ik denk, ja, daar moet je niet te lang bij stil blijven staan. Want dan, ja, dat is ook niet goed. Ik ben blij dat ik het mee heb gemaakt in die zin dat ik een kind heb mogen baren. En dat is volgens mij het mooiste wat ik... Ja, voor mij was dat heel bijzonder. En ja, het verlies is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik zou het niet hebben willen missen. Ja, het klinkt heel raar misschien, maar het is voor mij zo mooi. En ja, voor mij is ze er nog steeds altijd bij. Niet in dit leven, maar... Waarom wij? Waarom? Dat is niet te beschrijven. Dat is, ja, die woede komt echt uit je tenen. Toch kan de zoektocht naar een antwoord zinvol zijn. Door over deze vraag na te denken, komen we vaak uit op betekenisgeving. We kunnen de waarom-vraag op een andere manier stellen. Waarom heeft het kind bestaan? Wat heeft het kind achtergelaten aan symbolische voetafdruk in het leven? Zo kunnen we nieuwe zin en samenhang in het leven vinden. De vreugde die ze ons gegeven hebben, ja, dat was ook aan mijn ouders. Ben heette Benjamin Karel en mijn vader heet Karel. Ja, dat was echt zo gelukkig met dat ventje. Heel raar. Die man die glunderde. Ook in mijn vak als therapeut dat ik een zekere mate van bescheidenheid heb ontwikkeld over wat mogelijk is. Dat gewoon heel veel dingen niet op te lossen zijn en dat je soms niet meer kunt betekenen voor iemand dan dat je zijn hand vasthoudt. Ja, we leven ook in een wereld waarin natuurlijk alles maakbaar is. En wat me dat geleerd heeft is dat je hebt te buigen voor wat groter is dan jij. En wat je niet kunt omvatten en wat je niet kunt begrijpen en wat je niet kunt beetpakken. En dat het dan pijn doet en zwart is en alles wat daarbij hoort, dat je dat allemaal moet nemen. Mijn vader die is marinier geweest en die heeft me altijd opgevoed met het adagium. Als je denkt dat je niet verder kan, dan kan je nog 2 keer zo ver. Dus daar komt het ook wel vandaan. En niet alleen ikzelf, maar ik merk het ook in mijn praktijk. Hoe veerkrachtig mensen zijn en hoeveel ze het hoofd kunnen bieden. En ook al is het misschien een fase waarin het wanhopig lijkt en uitzichtloos, is dat ik weet dat dat vaak meestal alweer voorbij gaat. Het kan een tijd duren en het is ook een tijd verduren, maar uiteindelijk gaat het allemaal weer voorbij. De dood van een kind is een beproeving. Ouders blijven achter als drenkelingen. De ene drenkeling heeft veel veerkracht, de ander is volledig gebroken. Verlies vindt altijd plaats binnen een context en levensgeschiedenis van de ouders. Hoe ouders reageren op het verlies wordt mede hierdoor beïnvloed. Jij zegt dat ook wel eens. Soms kan ik er misschien zo wat koud kil over zijn, maar ja. Nou, ik weet ondertussen dat dat niet zo is, maar... Nee, dit is, ik bedoel, natuurlijk heb mijn verdriet ook wel gehad, maar ik ben meer iemand die soms alleen even zijn verdriet laat gaan zonder dat dit bijzijn van jou of van anderen te doen. En, Gelukkig vinden veel weeouders hun weg naar een innerlijk groeiproces. In ieder geval is er voor altijd een randje van rouw aan het leven gevoegd. Geen enkel geluk kan dit randje uitwissen, maar uiteindelijk verdraagt het wel geluk naast zich. Hij blijft natuurlijk altijd gewoon mijn zoontje, waar ik gewoon heel veel van hou en waar ik heel trots op ben dat hij zo heeft gevochten en zo sterk was. Dus, en ja, ik geloof er gewoon ook heilig in dat ik hem ooit in mijn armen weer zal, dat ik hem ooit in mijn armen heb. Wanneer ik het zwaarst heb met het verdriet om hem zijn de momenten waarop, als we dan een weekendje weg zijn gegaan en heel veel liefde en tijd en aandacht met elkaar als gezin hebben doorgebracht. En zijn we op de terugweg aan het zingen en dansen in de auto en dan komt er wel een brok in mijn keel en denk ik van ja, hij had ook op de achterstoel kunnen zitten. De weeouder heeft als drenkeling houvast nodig en wordt jutter. De jutter zoekt naar alles wat behulpzaam is bij heroriëntatie op het leven. Want alles is anders geworden. De kille realiteit van het hier en nu is onvoorstelbaar. En de toekomst, zoals het voor ogen stond, is uitgewist. Ja, ik voelde dat kind aan. Ik wist, oh ja, nou moet hij eten, nou moet hij dit, nou moet hij dat. Dus, en dat was ook het vrede, dat ik dacht, ja... Het leek net een soort van complot, hè. We gaan maken dat die vrouw ontzettend veel houdt van dat kind. En dan nemen we het kind af van haar, weet je. Ik ervoer dat alsof iemand een heel wreed spel met mij gespeeld had. Het verlies van een kind is voor altijd. De pijn die dat met zich meebrengt, die kan door niets weggenomen worden. Het enige wat we kunnen doen, is tegenwicht geven in de weegschaal van het leven. Tegenover de pijn van het verdriet is de troost. Tegenover de boosheid is er verzoening mogelijk. Tegenover de pijn van angst is er vertrouwen mogelijk. Tegenover de pijn van verloren geluk kunnen we nieuw geluk zetten. We worden gaandeweg de tijd beter om manieren te vinden om tegenwichten te geven tegen het verdriet van het verlies. Ik heb er wel recht in de gezichtje aan gekeken. Mijn idee heeft ze ook teruggekeken. Dus. Maurits is de camera gaan pakken. Hij dacht, ik ga maar een paar foto's maken. Dat is wat ik kan doen straks voor Marleen. En ik ben zo blij dat hij die foto's gemaakt heeft. Ja. Dan heb ik toch nog een paar foto's ook dat ze levend bij ons was op dat moment. Ja, ik heb er toch ook al die maanden bij me gedragen. Zij heeft mij al in mijn buik voor het eerst laten groeien. De eerste schopjes die ooit in mijn buik geweest zijn, zijn van haar geweest. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. Zij maakte me voor het eerst mama. Het gemis wordt elke dag meer, maar ja, de pijn die slijt dan wel. Maar ja, het gemis, dat wordt wel steeds meer. Want ja, je mist gewoon een stukje. Kijk, bij alles wat je gaat doen, zoals nu ben ik dan... recentelijk hier naartoe verhuisd en dan toch denk je op een gegeven moment, oh, hoe zou ze dat hebben gevonden? Hoe zou ze het hier vinden? Ja, af en toe overvalt het me. Maar dan is het meer omdat ik ja, getriggerd word door iets en dan denk ik van, goh. En dat de pijn dan in één keer binnenkomt. Het gemis dan in één keer zo groot is en denk ik van, jeetje. Het verlies van een baby kan ervoor zorgen dat ouders anders tegen het leven aan gaan kijken. Het is zoveel jaren later. Maar je denkt nog altijd dat het gevolgen heeft en het heeft gevolgen. Het blijft gevolgen hebben. Ik denk dat mensen dat te weinig beseffen. Ze denken, het kindje is dood, het wordt begraven, hop, en je gaat verder. Nee. Niets is nog ooit hetzelfde. Als ik zou moeten zeggen wat betekent dat de dood van die kinderen, is dat het leven zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft. Wat niet wil zeggen dat het leven niet heel waardevol kan zijn. Want ik denk soms dat mijn leven waardevoller is en rijker is dan dat van mensen die het niet hebben meegemaakt. Dat is ook de contradictie. Je wordt heel erg met je neus gedrukt op wat belangrijk is, op de essentie. Dat gaat niet vanzelf. Je moet het, in mijn ervaring moet dat een hele bewuste keuze zijn. Ik kies voor het positieve. Mensen die zichzelf altijd als nuchter zagen, kunnen zich gesteund voelen door gebeurtenissen of signalen die ze voorheen aan de kant hadden geschoven. Geloof kan zich verdiepen, maar kan ook juist volledig verworpen worden. Velen gaan openstaan voor een wereldbeeld waarin het kind op een of andere wijze dichtbij blijft. En dat is nu gelukkig wel minder geworden. We zijn zelfs op vakantie geweest nu. En ik weet nu dat hij altijd wel meegaat in mijn hart. En dat hij altijd dichtbij me is. Het verlies van een baby kan als een donkere wolk voor de zon blijven hangen. Toch kan er op den duur een zilveren randje ontstaan. Zoals de zon die achter de wolken opkomt, randjes van glinstering maakt. Ik vind dat mensen, als ze daarover oordelen, van dat moet je maar achter je laten. Denk je hebt zo geen idee waar je over praat. Het blijft altijd bij je. Het woont, ja, in mijn geval, ze woont in mijn hart, zeg ik altijd. En je wordt er altijd weer mee geconfronteerd in de wereld, weet je. Als je anderen ziet, denk je altijd aan je eigen kind. Dat is gewoon zo. Maar als je het niet hebt meegemaakt, dan is dat misschien heel moeilijk te begrijpen. Maar ik vind, dan mogen mensen daar niet over oordelen. Van je moet het maar vergeten, want dat kan niet. Ik bedoel, een moeder ben je en dat blijf je. Als het kind er nu wel of niet is, ja.